maken, Floor. Eindelijk heb je eens een goede keuze gemaakt in het voedingspatroon van jou. Jullie weten dat helemaal niet, maar ik heb al sinds mijn zesde eigenlijk... En we gaan naar de Mac. Hier in het midden zit Jesse en Britt. En helemaal achterin zit papa. Het kindje zit achterin. Ik heb een pakketje binnengekregen. Kan dat? Maandag, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe weekvlog. Ben jij nieuw? Ik ben Floor. Deel alvast een duimpje omhoog en dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Ik ben net wakker. Ik ben vandaag vrij. Ik ben eigenlijk de hele week vrij, want deze week heb ik tentamens. En morgen begint die en dan heb ik woensdag 1. En voor de rest vrij en dan volgende week donderdag weer 1. Dus ik heb 3 tentamens. Dus ik moet vandaag eigenlijk ook keihard leren en werken vanavond. Dus that's it. Vandaag weer echt zo'n saaie dag. Leerdag, maar ja... Het is niet anders. Dus ik ga nu even ontbijtje maken en lekker, lekker leren. Eerst eten en daarna leren. Zo, ik ga even de kaarsjes aan doen. En ik heb mijn pyjama aan en wollen sokken. Echt top, wacht. Kijk dan, het is toch top. Dit heb ik in Krakau gekocht. Ze zijn echt fucking groot. Echt, ik ga stuk. Maar dit is dus één en al. Dit. Dat is toch top. En dan heeft hij van die dingen eronder. Anders ga ik op mijn bek. Kaarsjes aan doen. En deze ga ik wegdoen. Ja, deze. Fresh cotton. Gekregen van mijn zus. En ik ga... Denken. Ga ik vanille doen of zo'n andere zoetige vanille? Ik heb dus voorraadje. Ja, ik ga vanille doen. Oh, lekker. Dus die zet ik neer. En die ga ik lekker aandoen. En dan ga ik lampjes aandoen en zo. En lekker leren. Ik heb al geleerd... Voor de tentamen van morgen, eigenlijk ken ik dat. Dat is dus gewoon taalbeheersing. Dus ja, weet je, je kan het of je kan het niet. Nederlands. En ik zie het wel. Ik ga nu zo een oefentoets maken. Ik ga dus nu even kaarsjes en zo aandoen. Ik moet alleen nog heel even denken. Oh, ik ben helemaal buiten adem. Wanneer ik ga sporten. Want mijn moeder komt woensdag niet. Ik vind het altijd wel leuk om met mijn moeder te sporten. En wij hebben vaak woensdag, zeg maar. Dus moet ik nog even denken wanneer ik dan ga doen. Maar goed, dat komt nog wel. Ik ben dik. Ik heb hier nog niks van gehad hoor. Ja, oké, pepernoot wel, maar dat was zaterdag. En ja, ik weet nu al dat ik dit vandaag ga opeten. Want het ligt echt heel verleidelijk hier. Dus ik ga het even opruimen. Oké, ik leg niet dat het hier wel helpt of zo, maar... Hé, hey, maakt niet uit. Oh, mijn vriend haat me ook echt. Want ik scheur dus altijd verpakkingen echt heel onbenullig. En dan is het weer dit. En als dit zijn zak was, dan was het echt van Floor. Hey, deze vind ik een beetje lomp hier. Die andere stond wel hier. Nu vooral met dit allemaal. Ik moet dit gauw ook even legen. En ik had gedroomd. Ik heb dus zo'n lange witte tafel. En die past perfect tot hier. Dat ik die hier weer neer ging zetten. En dan daar... Net zoals dit. Al mijn kleding ging opleggen voor de volgende dag, weet je wel. En dan bijvoorbeeld ook dat alledaagse bakje met sieraden. Dat ik dat daar opzet. Dus ik denk dat ik dat nog wel ga doen. Want ik heb hier zat wel ruimte. Maar dan is het wel gelijk weer zo... Dan heb ik gelijk minder ruimte, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Maar ik kijk nog wel even. Ik ga nu echt even leren. En mijn poster zit hier. Nou, knussen wil je het niet hebben, toch? Heb ik nou een rode kop of lijkt dat nou zo... Volgens mij heb ik een rode kop. Hoe kan dat? Ik heb het niet eens warm. Oké, dat is echt heel vaag. Maar ik wou even zeggen dat ik echt een vet zere buik heb. Kiel. Jullie weten dat helemaal niet. Maar ik heb al sinds mijn zesde eigenlijk elke dag last gehad van mijn buik. En daarvoor heb ik heel veel onderzoeken gehad in het ziekenhuis. Allemaal dingen gedaan, getest en gestopt met bijvoorbeeld yoghurt eten 2 weken lang. En zuivel en zo. Maar, en allemaal prikjes moeten nemen en shit. Maar echt al die onderzoeken wijst niks uit, zeg maar. Dus geen idee wat het is. En de laatste tijd ging het eigenlijk heel erg goed met mijn buik. Dat ik eigenlijk niet echt heel veel last meer had elke dag of zo. Maar nu wel weer. En misschien heb ik daarom ook wel zo'n rode kop. Ik zou het niet weten. Ik heb echt nooit een rode kop. Wat is dit? Ik heb niet eens uitgesloofd of zo. Maar goed, dan weten jullie dat. Ik heb nu heel erg last van mijn buik. Maar ja, shit happens. Gaat alweer over. Ik wil even wat leuks vertellen. Want jullie weten toch nog wel die trui als je mijn vlogs kijkt. Die van Kees. Ik noem het gewoon Kees. Ik zal het hier even in beeld brengen. Met dat roosje en dat zwart truitje met de beste, zachtste stof ever aan de binnenkant.
Nou, deze trui dus. En daarvoor heb ik een kortingscode voor jullie. Want jullie kunnen dus 15% korting krijgen met de code FLOOR15. Ze hebben ook voor jongens dus allemaal dingen. Dus ik denk dat die ook zo super zou zijn. Dit is dus de trui die ik heb. Altijd leuk om even een kijkje te nemen. Mijn Instagram is trouwens dus. Kreeg ik vorige keer best wel veel vragen naar mijn vorige vlog. Gewoon Floor Delver. Floor Delver. En ik ben ook klaar met het leren voor morgen en overmorgen. Want dat coderen kun je niet echt leren. En dat snap ik op zich wel. En je kan ook nog shit opzoeken. Dus ja, weet je. Dus ik weet niet waarom ik zo'n rode kop heb. Maar ik vind het een beetje creepy. Ik ga even een masker op doen. Even wat drinken of zo pakken. Want mijn buik kan het echt niet meer aan. Dus stop. Ik ga nu, voor de duidelijkheid, wat drinken. Ukkie's hok schoonmaken. Dat is dus mijn hamster. Nogmaals. En ja, en dan misschien nog wat doen voor volgende donderdag die toets. Oh, maar weet je wat het is? Kijk, als ik woensdag klaar ben, moet ik alleen maar fulltime leren voor die ene toets voor donderdag. En dan komt het gewoon mijn neus uit, weet je wel. Ik denk dat je het wel herkent als je ook tentamens of toetsweken hebt. En weet je, morgen heb ik mijn toets. Om 6:30 s'avonds. Wie bedenkt dat? Sorry hoor, maar dan ben ik moe. En ik heb het liever in de ochtend, want nu hink je de hele avond of hele dag er tegenaan. Dus ik vind dat echt dom. Maar goed. Ja, dat ga ik nu doen. Trouwens, ik leg dit even vast. Na mijn tentamens, dus na volgende week donderdag, ga ik strijden voor mijn theorie voor auto, zeg maar. Dus, bij deze. Oké, nou, het gaat dus niet zo goed. Ook met mijn buik en zo. Maar ik moet even van mezelf wel wat gaan eten, anders dan eet ik gewoon niks. Dat is niet goed. Ik moet ook over, wacht even hoor, het is nu 1 uur. Ik moet om 5 uur werken. Tot 8, dus niet een keer tot sluit. En ik ga nu even wat eten. En in bad. Want ik ben al bezig geweest voor school. En nou, dat gaat gewoon prima. Dus ik ga nu heel veel rustig aandoen. Even wat eten. Ik heb water, ik maak nog even thee, ik ga nog even wat fruit maken of zo. Even, ik wil nu echt niet ziek worden, dat is echt, echt weer iets voor mij. Dus ik ga even dat allemaal doen en dan hoop voor de best. Nou, ik ga bolletjes eten met kipfilet, aardbeien en boter. Zo, ik heb aardbeidjes, 2 bolletjes met kipfilet en deze grote mok van de kerstman. Ik vond dat het wel mocht, want het is toch heel grauw met thee. Ik ga nu snel naar boven voor het bad is overstroomd. En dan ga ik lekker in bad met een masker op. Ik heb een pakketje binnengekregen. Ja, Oké, ik heb een... Dit was een jurktrui. Ik ga straks alles even aandoen. Een witte. Ook in het deze kleur. Ook zo'n jurktrui. Volgens mij. In het bruinrood. Dan even kijken wat dit was. Volgens mij een trui. Geen idee. Ik ga het straks even allemaal aandoen. Zwart. En als laatst. Een, volgens mij was dit een soort shirttrui. Cool-achtig. In gebroken wit. Ook super mooi. Dit ga ik straks allemaal even aandoen. Zo, ik kom net uit bad en ik heb heel snel dit aangetrokken. Kijk, nu lijkt het een pyjama omdat ik er ook niet uitzie. Maar ik vind dit zo mooi. Jullie kunnen met de code FLOOR15 15% korting krijgen op Chiquelle producten. Elk item die voorbij ziet komen in een linkje in de beschrijving zetten. Zodat jullie die ook kunnen bekijken. Misschien nog kunnen aanschaffen. Die code geldt niet voor sale producten en beauty producten. Maar wel gewoon voor de rest van de kleding items. Ze verzenden trouwens met DHL. En dat is binnen 1 tot 3 werkdagen. Dus dat is echt top. Maar ik vind deze zo mooi. Dit is echt een hele mooie witte trui. Oké, niet zo'n zwarte BH eronder doen. Maar ik moet zeggen, hij is echt heel... Je ziet op camera beter de doorschijn dan in het echt. Maar goed. Ik vind het heel mooi chic. En... Het is echt een heerlijk stofje. Hij kriebelt totaal niet. Het zit echt super chill. En ik vind het dus echt dat je dit kan rocken met van die hoge laarzen. Maar dat heb ik niet. Maar die ga ik denk ik wel gaan aanschaffen. En dan misschien nog een riempje en dan hoge laarzen. Of gewoon andere laarzen met een panty of zo. Dus deze vind ik super, super, super leuk. Ik heb gewoon een maatje. Volgens mij is dit one size.
Dus, maar ik ben 1,69 en hij past gewoon perfect. Dus ik vind het echt super, super mooi. Dan heb ik deze eigenlijk bijna hetzelfde. Alleen deze heeft nog een hogere kool. En dit vind ik ook echt super leuk met een riempje of gewoon. En dit is wel echt een... Ik kan het kleurtje niet echt omschrijven. Het is een beetje... Op camera lijkt hij gewoon oranje bijna. Maar dat is het totaal niet. Het is eerder bruin met een beetje bordeaux rood, zeg maar. Dus deze ook nog. En last but not least... Deze twee dingen. Ik begin wel met dit. Ik vind dit perfect. Hij past perfect. Echt perfecte lengte. Het is dus een gebroken wit shirtje met een colletje. Het zit echt perfect. Niet te strak, niet te los. Dus ik vind deze echt heel erg mooi met ketting of zo. En dit. En deze pakte ik net uit en ik dacht, oh mijn god, heb ik... Het was dus een broek. Ik dacht, oh, het zal wel een trui zijn, maar het is dus een broek. En toen dacht ik, oh mijn god, dit ga ik nooit passen. Het zag er zo lomp uit en nu heb ik hem aan en vind ik hem echt top. Kijk, dit is dus een zwarte broek. Dit is echt, als jij een wijde broek zoekt. Kijk, hij is wijd. De perfecte aankoop voor de winter. Maar ik vind het echt heel top. Dit is zo lekker warme broek. En echt voor... Het voelt als een pyjama. Dit is echt top. Nou, dat zijn deze twee items. Ik ben eigenlijk met alles super, super, super tevreden. Zo, ik heb even dit tafeltje toch naar beneden gehaald. Kijk, dat kan perfect. En hier zet ik dus gewoon bijvoorbeeld mijn kleding voor de volgende dag. Maar anders pleur ik dat op mijn bureau of hier op. En dat zijn nog steeds broeken die ik naar de kledingmaker dingetje moet brengen. Die moet het nog steeds kort inkorten. Nog steeds niet gedaan, don't judge me. Nou, je onder even legging en wollen sokken. En mijn alledaagse sieradenbakje en zo. Gewoon even hier zodat het daar blijft en niet overal heen gaat. Ik ga even dit opruimen en dan weer. Tering. Ik hoopte dat de aardbeidjes en de bad mij goed ging doen. Maar helaas niet. Ik ben nu definitief ziek. En daar baal ik echt super erg van. Want het is echt de slechtste timing ever. In mijn tentamenweek. En dan kan er ook maar één overkomen. Oh, ik ben gewoon buiten adem van de trap lopen. Ja, ik ben dus nooit ziek. Vaak één keer in het jaar. En als ik ziek ben, ben ik ook echt goed ziek. Ik heb ook niet gegeten, maar ik moet werken. En ik heb al vervanging gevraagd aan allemaal mensen. Maar niemand kan. Dus ja, dan moet ik zelf. Dus ik ga maar gewoon naar werk. Ik ga me even omkleden. En ik hoop dat ik eerder klaar ben. Zodat ik niet om tot 8 uur daar ben. Maar dat ik misschien 7:30 thuis ben of zo. Ik weet niet. Ik wil gewoon niet nu ziek worden. Of nog zieker worden voor mijn tentamens. Dat kan ik echt niet hebben. Ik ga nu even mezelf niet klaarmaken. Ik ga gewoon even omkleden. En dan ga ik naar werk toe. Dus daarna ga ik ook denk ik gelijk slapen en zo. Want morgen moet ik echt fit zijn. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen zien. Ik ben 1,5 uur eerder... Mocht ik weg van werk, dat is echt super fijn. Dus het is nu volgens mij iets over 7 en ik lig in bed. Dus ik heb net even warme melk gedronken, want dat helpt heel vaak bij mij als ik last heb van mijn buik. Ik ga nu even rustig aandoen en films kijken. Want ik heb morgen mijn tentamen en dan wil ik niet nog zieker zijn. Of weet je wel, ik wil gewoon beter worden nu. Dus ik ga ook vroeg naar bed. Ik heb mezelf helemaal bepakt, ook al heb ik nu een shirt aan, maar... Ik heb echt zo'n hele dikke wollen broek aan en zo'n lekker ja, dekentje. Ik sluit voor nu de vlog af en ik ga snel rustig aandoen. En dan hoop ik echt dat ik morgen een stuk beter. Goedemorgen lieve mensen, ik ben net wakker en ik heb net al wel ontbeten. Dus ik ben niet net wakker, ja. Vandaag heb ik mijn eerste tentamen ever. Dus nou, moet goed komen. Ik heb oefentoets gemaakt en ik had 0 fout, dus nou... Hopelijk wordt al beloond. Komt wel goed. Ik ga zo nog even nog een keer oefenen. Ik weet niet wat ik nog meer allemaal kan doen. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen. En ik ga ook alvast bezig voor het tentamen van morgen. Coderen dus. Want dat kan ik morgen niet echt doen. Want morgenochtend heb ik die tentamen al. Dus dat doe ik ook vandaag. Aangezien ik vanavond pas mijn toets heb. Ik ga even heel veel water maken. Want je moet goed drinken. En ik denk dat jullie ook wel afvragen hoe het nou met mij gaat. Gisteren was ik echt beroerd. Ik had echt koorts en een rode kop en buikpijn en gedoe allemaal. Maar nu gaat het wel eigenlijk weer goed. Dus daar ben ik super blij mee. Want dat had ik echt niet aankunnen. Of dat had ik echt niet aangekund als ik nu ook nog ziek was en tentamens had. Dus ik hoop dat het zo blijft. En dat ik niet morgen opeens weer koorts heb. Maar we gaan het meemaken. Ik ga nu even goed drinken en fruit eten en zo. En... Ja, misschien dat ik dat maar eens een keer moet gaan doen. Zo, een hele jar vol. Ik heb heel tof een soort van samenwerking met De Plus, de winkel, supermarkt. Want je hebt nu zo'n actie en dan kun je sparen voor allemaal van die apparaturen voor de voice. En bijvoorbeeld een VR-bril en zo. En
een selfie stick met microfoon of zo, hoorde ik van mijn vader. En een boxen. Dus ik krijg dat allemaal opgestuurd. Super tof. En dat ga ik, daar ga ik een aparte video voor maken. En dan ga ik dat testen, uitproberen, laten zien. Daar heb ik super veel zin in. En dat ga ik dus die vrijdag na mijn tentamen doen. En dat krijg ik donderdag allemaal, want dan komt mijn vader het even brengen. Dus daar ben ik super benieuwd naar. En ja, dat wou ik nog even zeggen. Ik ga nu bezig en ja, jullie zien me straks. Zo jongens, het is alweer even later. En ik heb net lekker gegeten. Ik had 3 crackers met filet americain. En Griekse yoghurt met aardbeidjes. Oh, dat was echt top. Dat ga ik zo vaak vaker eten. Toen zag ik dat iedereen... Dat zag ik al gisteren. Van iedereen ging die docu van Femke Louise kijken. En ik was ook al heel erg benieuwd. Dus, maar ik had al een keer een gratis Videoland account aangemaakt. En dan heb je een maandje gratis. En ook op mijn vriends account hebben we gratis al een keer gedaan. Dus ik had niet echt meer een account over van... Hé, we kunnen het een keer gratis doen. Dus ik heb even eenmalig... Volgens mij is het 9 euro of zo. Voor 1 maandje ga ik dat gewoon doen. En dan ga ik het snel weer afzeggen. Want ik hoef geen abonnement. Ik wil puur die docu zien. Dus die heb ik nu gekeken net. Ook gewoon gelijk alles achter elkaar. 4 afleveringen. En ik vond het echt een hele goede docu. Dus dat was wel even een goeie. Nu moet ik alleen niet vergeten dat ik 4 december die abonnement afzeg. Nou, ik heb me even heel snel klaargemaakt. Want ik ga er nu zo vandoor. Eerste tentamen wordt een 5. Ik krijg nu wel een beetje zenuwtrekjes. Ik weet totaal niet wat me te wachten staat. Of dat wel een beetje zeg maar qua toets. Maar meer gewoon tentamens, hoe dat allemaal is en zo. Het komt allemaal wel goed. Ik ga nog even een toetje eten. Gewoon wat vla, zodat ik nog wel wat in mijn maag heb. Ik heb net sowieso al wel warm gegeten. Maar die tentamen is pas 6:30. Maar ik moet 5 uur weg. En dat is tot 8 uur. Dus ik denk dat ik... En om 4 uur heb ik al gegeten. Dus daarom denk ik dat ik... flink trekken. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ja, ik moet even opschieten, want ik heb zo mijn tentamen van coderen online. Dat gaat super goed, dus ik heb er wel vertrouwen in. Gisteren trouwens had ik mijn talvaardigheid tentamen dus. Van de 70 vragen had ik 8 fout en ik ben dus geslaagd, of hoe je het ook noemt. Je zag al gelijk je scoren, dus dan was echt van, oh shit. En toen ging ik alle kruisjes tellen, want je kon precies zien wat je fout hebt gedaan, wat niet. Het had ik maar 8 fout en je mocht er maximaal 14. Dus dat is echt top. Dus daar hoef ik niet meer naar terug te kijken. Daarvoor ben ik gewoon gelijk geslaagd. En toen gingen we nog een wijntje drinken en zo in de stad. Met nog wat mensen. Dus dat was gezellig. En ja, toen was ik thuis en toen ben ik gelijk gaan slapen. En nu ben ik bezig geweest en ga ik gelijk omkleden. Want ik moet nu echt omkleden en zo. Want anders dan kom ik gewoon te laat en dat gaan we niet doen. Dus ik ga even tanden poetsen, omkleden. En naar school toe. En ja, dus zien jullie me straks weer na mijn tentamen. Nou, ik ben terug van school en het ging super slecht. En ik wil er ook niet meer over praten, want ik ben er helemaal chagrijnig van. Want ik snapte het allemaal. En ik heb zoveel geoefend. En ik ben elke les gekomen. En ja, iedereen in mijn klas die zei dat het bij hun wel lukt. En dan denk ik echt, waarom dan bij mij niet? Want ik heb er echt donderzoog voor gedaan. En ik heb, oh, het is gewoon zo frustrerend. Want dan help je ook nog mensen, weet je wel. En dan lukt het bij jou niet. Maar wel natuurlijk fijn voor hun dat het wel is gelukt. Maar dat wil ik gewoon ook. Maar in ieder geval, dat wordt mijn herkansing. Maar het maakt niet uit. Komt helemaal goed. Daar heb ik met Hurven van gebald. En nu gaan we gewoon door. Ik heb dus nu een week vakantie. Maar ja, leervakantie. Dus ik ga daar straks even mee beginnen. Want ik wil die wel gewoon goed doen. Van Laudes mag ik mezelf niet meer vergelijken met anderen. Want ik ben dus zo pietje perfectionistisch. En ik baal er dan echt 30 jaar van. En dan vind ik het... ja, dan vind ik van, oh, die kan het wel en dan kan ik het niet. Lau, dat ga ik proberen. En ik wil gewoon dat hij hier komt en dan even knuffelen en dan kan ik weer tegenaan. Oké, ik doe net alsof de Tweede Wereldoorlog of Derde Wereldoorlog is uitgebroken, maar... Mijn moeder gaat trouwens haar kamer helemaal opruimen en veranderen. En nu heeft ze allemaal dingen wat ze niet meer wil aan mij gegeven. Nu mag ik hier uitzoeken. Ik vind het zo leuk. Ik heb een superleuk pakketje binnengekregen. Die ga ik jullie even laten zien. Het is van de kerstcollectie van Paul de Wit. Heel leuk kaartje. You are your biggest influencer. Super tof. Echt, het is echt heel leuk. Iemand heel erg mee blij maken met kerst als een cadeautje of iets. En ik heb daar dus iets van mogen ontvangen. Super lief en ik ben er super blij mee. Het is ook gewoon heel leuk ingepakt, vind ik. Oké, laat ik beginnen met dit. Dit is namelijk super mooi. Je kan ook van alles zelf kiezen. Een armbandje. En dit is dus een licht roze armbandje van leer. Super mooi. Kijk, ik heb Laurens erin gegraveerd. Ik vind dat zo mooi. Dit is dus gewoon een zilver plaatje met een licht roze
leerbandje die ik heb gekozen. Ik vind hem prachtig. Echt, ik vind hem echt heel mooi. Deze heb ik gekregen. En daarbij zit nog iets anders leuks. Paul wit. Oh, verkeerd om. Kijk hoe mooi. Dit is toch perfect. Lichtroze met zilver. Echt beide mijn favoriete kleuren. En ook nog eens Laurens. Ik vind het echt heel erg tof. Ja, echt een super horloge. En armbandje. Dus ik ben hier super blij mee. Het is dus van Paul wit. Oh, ik kan lekker dit plasticje aftrekken. Oké, willen jullie dit zien? Mijn kop er ook achter. Ik weet zo niet aan mijn hoofd hoe duur dit allemaal is. Echt een super leuk kerstcadeau. Ook om zelf te vragen of aan iemand te geven. Bedankt, Paul. Yay, that's it. Doei, moppie. Doei, mam. Ik heb net trouwens vlogs gekeken en zo. Maar ik ga dit niet doen. Ik heb gisteren ook dunner gegeten. Nee. Snel terugleggen. Dit is echt top namelijk. Met dit. Het beste ever. De Skeere kruidencreme. Dus dit ga ik snel wegleggen. En ik ga gewoon een vrouwbakje maken. Dat is pas goed. Dit is echt voor het eerst in mijn hele leven. Oh, afgelopen tijd heel erg veel complimentjes. En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. En ook gewoon dat het mama niet boeit hoe ik eruit zie en zo. Het klopt ook zeker, want ik vind het... Ik weet niet. Ik wil gewoon wel echt zijn en gewoon laten zien hoe mijn leven is. En ik ga het allemaal niet nep doen en whatever mooi maken. Terwijl ik geen zin heb om me mooi te maken of überhaupt niks te doen heb om... mooi voor te zijn, als je snapt wat ik bedoel. Ik, ja. Dus ik wil je daar wel heel erg voor bedanken. Blijkbaar waarderen jullie dat zeker. Dat is echt top. Ik heb hier een intens grote pukkel. ja, mijn huid is niet echt top. Maar dat komt denk ik ook wel door tentamens en zo. Maar het komt ook zeker door mijn slechte voeding eetpatroontje. Dus dat gaan we maar eens even een beetje aanpassen. Oké, dat was vaag. Ik denk dat mijn moeder iets vergeten was, want opeens hoorde ik de deur, het slot, die ging open en toen ging de deur weer dicht. Oké, heel creepy. Maar goed, ik ga even kiwi en appel maken. Toch wel heel wat anders, hè, dan chocolademelk met slagroom en Turks brood met menuet. Hoe je het ook uitspreekt. Lekker, Floor. Eindelijk heb je eens een goede keuze gemaakt in het voedingspatroon van jou. Ukkel. Ja, er is straks Boxing Star op. Ho, ik weet niet wat ze daaraan doen met die koe, maar goed. En ik was even lekker vlogjes aan het kijken. Ik heb net de vlog van Monica gekeken. En ik moet nog wat andere dingen kijken, dus dat ga ik nu doen. Volgens mij is Boxing Star half negen erop. En het is nu 7:30, geloof ik. Michelle Cox. Oh, volgens mij is die vanavond fucking grappig, ja. Oh, heerlijk. Vanavond is Michelle Cox tegen Amanda Balk. En ik hoorde dat die ook echt ruzie hebben gehad in het echt. En ook al gevecht hebben gehad. En nu gaan ze dus tegen elkaar boksen. Sorry, maar dat vind ik echt hilarisch. Dat vind ik echt fucking grappig. Dus dan ga ik sowieso stuk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Zwerven Loekie, on point. Ik ga alweer leren. Want ja, volgende week mijn laatste tentamen. Dus ik ga vandaag een dagje leren. Dus dat is wat ik nu ga doen. Oh, en dan ga ik even die tassen wat ik van mijn moeder had. Ga ik ook nog even doorkijken. Zo, het is alweer een tijdje, poosje verder. We zijn alweer een poosje verder. Een tijdje verder. Whatever, ik kan niet meer nadenken. Ik heb hier dus de hele tas vol met beautyproducten en dingen. En prutjes en toeten en bellen. En alle shit wat je maar kan denken. En ik ga dat nu even uitzoeken. Leek me wel grappig om dat even versneld dan te laten zien. En dan laat ik straks zien wat ik wel heb gehouden en niet. Want ik heb dus van mijn moeder... wat dingen gekregen wat ze allemaal weg gaat doen. En daar mag ik even lekker tussen kijken wat ik wel wil houden en niet. Dus dat laat ik jullie zo allemaal zien van wat ik weg ga doen en houden. En weggeven. Ik denk niks weggeven, want het is allemaal of goed of niet. En wat niet goed is, ga ik niet weggeven, want dat gooi ik gewoon weg. Lekker duidelijk. Dus, that's what I'm gonna do now. Oeh, zo niet mijn kleur. Oeh, die is niet meer goed. Daar gaan we al. Nou, is ook niet mijn kleur. Kijk, dit vind ik dus echt niet te halen. Allemaal van die lompe kettingen. Oeh. Dit
ruikt gewoon naar sterke drank. Ah nee, nu heb ik het helemaal over me heen. Oh nee. Oh, ik ga sowieso hard mijn shit schoonmaken. Oké, dit is verder allemaal terug. Nou, alles gaat terug. Kijk, dan dit is toch echt zo niet allemaal mijn kleur ook. Dus ik hou eigenlijk alleen dit. Deze puur voor de blush ga ik testen. Kwast is altijd goed. En twee lip liners. Zo'n donkere en een nude kleur. Dus dat is altijd top. En verder ga ik alles wegdoen, want ik hou er echt niet van. Een plekje geven, dit ga ik eraf wassen. En ik ga even opnieuw mijn bureau reinigen. Want het stinkt nu naar die parfum en mijn hand ook. Ik heb me even omgekleed en ik ga nu sporten. Tot 6:30. Dus jullie zien me daarna denk ik wel weer. Ik ben thuis van trainen en ik ga nu even lekker eten. Want het is 6:45 en ik moet nog eten. Dus dat is wat ik nu ga doen. Oké, ik heb hier dus van alles gekregen. Even een sneak peek. Oeh, zo cool. Allemaal dingen. Dit komen jullie in een aparte video te zien. En dat komt als jullie deze vlog zien. Of komt die gauw online? Jullie horen het vanzelf wel en zien het vanzelf wel. Maar ik heb dus een samenwerking met Plus. Heel leuk. Die video komt nog gauw online. Zo leuk. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is al 1:30. Ik heb net al geleerd. Dus daar ben ik nu ook mee klaar. Dus nu kan ik lekker mijn ding doen en is het weekend. Ik ga even mijn vlog afediten en inplannen zodat ik dat morgen allemaal niet meer hoef te doen. Voor komende zondag. Dus dat is wat ik nu even ga doen. En daarna komt Laurens, dus dan gaan we gewoon even gezellig dingen terugkijken, series kijken. Wat wij altijd doen, dat vinden wij gewoon chill. Want we hebben altijd wel, tenminste hij vooral, hij heeft elke dag van school 8:30 tot weet ik veel, 5 of zo. Dus wanneer hij weekend heet, ja, doen we ook gewoon chill, weet je wel. Dat is wat we straks gaan doen en lekker patatjes eten. Onze patatdag, vrijdag, dus daar heb ik lekker veel zin in. Jongens, ik ben al 2 dagen gezond aan het eten. Kijk, ik heb wel pizza gehad gisteren, maar ik bedoel meer met snacks. Ik bedoel... Ik zit geen snoepjes meer te eten, geen chips elke avond meer. Dus gisteren heb ik letterlijk pizza gehad, zeg maar, als avondeten. Ja, dat is niet gezond, maar jullie weten dat ik alleen snacks wil minderen en zo. Toen dacht ik, oh, expeditie chips. En toen dacht ik, nee. Toen heb ik alleen water gedronken. Goed, hè? Dus ik ben aardig op dreef. Ik hou het nooit langer vol dan 3 dagen, maar we gaan het zien. Vanavond wordt denk ik ook een struggle, want met Laurens eten we altijd wel iets lekkers. Maar hij vindt het ook goed om gezond te eten, dus we gaan gewoon proberen gezonde hapjes te doen. Maar ik wil altijd dan weer snack. Dus dat ga ik nu proberen niet te doen. Dus dat, mijn batterij moet even opladen, want hij is rood aan het knipperen. Dus ik ga editen en mijn batterij opladen en dan zien jullie me straks weer als ik met Laurens ben. Ik heb opeens een pakketje ontvangen. Ik zie hem niet daar, ik ben nog steeds een vlog aan het editen. Oké. Als het deze is, dan weet ik niet of ik hem zo mooi vind. Ik hou niet zo heel veel van bloemetjes. Dit moet ik even aanzien. Oh, het is ook echt zo'n zacht binnenkantje. Oeh, het zit wel lekker hoor. Oké, ik vind hem toch wel eigenlijk wel heel erg leuk. De weerspiegeling van mijn computer erin. En dan staat Ideal Sphere. Nou, het zit perfect. Helemaal leuk. Helemaal bedankt. Oké, kijk één keer hoe tof. Hier zat dan het hoesje in. Ik heb het er natuurlijk alweer hier uitgehaald. En het sluit gewoon magnetisch. Ah. Trouwens, ik heb nog steeds niet gegeten. En het is al 1:30 geweest. En ik heb honger als een paard. Maar ik ben zo lekker bezig met mijn vlog hier dat ik hem ook gewoon wil af hebben nu. Dus ik ga wel eerst bezig en daarna eten. We hebben heel slecht dunne besteld. Ik haal mijn camera op, die lag nog boven. Ik ga het zo even laten zien. Heel slecht, I know. Toch niet zo goed gezond doen. Op zich snacks lukt nog heel goed, maar het echte eten maakt niet uit. Eindelijk. Food. Where is my food? Ook gewoon niet komen, hè. Stom het. Lekker. Lekker kanen. Oké, okay, kijk of ze extra knoflooksaus bij hebben gedaan. Nee. Nee? Oh, bitches. Nou, dat heb ik zelf wel hoor. Ja, dat hoef ik niet. Een broodje. Mijn brood? Oh ja, dat heb je er altijd bij. En een schotel. En jouw... Oh daar, ik wou net zeggen, waar is jouw kapsel? Helemaal geen gratis drinken. Dat vind ik echt stom. Normaal hebben we dat altijd. Eet smakelijk. Oh. Oh. Oh, het beslaat gewoon helemaal mijn camera. Oehoe, lekker. Kom maar. Ik wil zeggen goedemorgen, maar dat is het niet. Goedenavond, ik heb net gewerkt. Weer 10 uur. Erop zit ik, zit nu aan de patat. Ik ga vanavond naar Lisa, mijn buurmeisje en vriendin. Dus daar heb ik heel veel zin in. Oh ja, papa appte me net. Ja, vraag even 4 tot 6 januari vrij, want dan gaan we naar Londen als je wilt. Yes, dus, maar ik ben dus zo bang voor het vliegen. Ik haat vliegen. Ik heb al super vaak gevlogen in mijn leven. Maar, en het vers is naar Costa Rica, want daar heb ik gewoond. Maar
Ik kan er gewoon niet aan wennen. Ik heb gewoon vliegangst. Echt als een mal. Ik zit altijd te janken en moet half kotsen voor ik dat vliegtuig überhaupt zie. Dus dat is helemaal kut. Maar ik heb wel heel veel zin in, want dan is er nog volgens mij allemaal lampjes en zo. Tenminste, dat denk ik, want het is na oud en nieuw. Dat vind ik wel leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. Nou, hopen dat ik vrij mag krijgen. Dus dat is weer mijn speech voor vanavond. Ik ga even lekker genieten nog van mijn patatjes. Sorry voor dit afschuwelijke gele licht en voor deze kop. Ik heb voor het eerst mascara opgehaald. Jawel, op een zaterdag. Een hele dag werken. Mascara om 6 uur ochtend. 6 uur in de ochtend opgedaan. Top. Dus. Verdiend. Bye. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd, besefte ik me net. Maar het was ook super gezellig. Dus ik had eigenlijk helemaal niet echt aan gedacht of zo. En ja, ik ben nu wakker en zo. En het is dus zondag. Poh. Ja, ik heb net even wat geleerd. Het is ondertussen 12 uur. En ik ga nu mij klaarmaken en dan ga ik naar Laurens en vanavond naar papa. Ik ga straks deze kledinghoop opruimen. Voor de rest is mijn kamer heel netjes. Maar net dat plekje niet. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga mezelf even fixen. Want ik zie er niet uit. En douchen. En dan ga ik naar Laurens toe. Top. Oké, ik dacht ik ga even helemaal make-up op doen. Maar eigenlijk. Want ik wil gewoon weer even een beetje fatsoenlijk doorleven. Maar nu denk ik nee. Want ik wil het even ook gewoon met rust laten. En ik ga toch niet heel veel bijzonders doen. Kijk, vieze vlek. Want ja. Dus beter doe ik alleen dagcreme op. En mijn wenkbrauwen ofzo. Trouwens, ik ga gewoon even mijn kwasten en deze bakken schoonmaken. Want dit is best wel vies. Maar ik heb nu dit kleine bakje. Die had ik hier. Nu heb ik dus een hele grote. Maar dit past perfect erin. Echt gewoon, het kan niet schuiven en alles. Dus deze past perfect in. Dit wordt dan gewoon mijn beauty blender bakje. Anders wordt het allemaal zo vies. En ik weet niet, kijk. Het gaat gewoon perfect. Dus ik vind dit echt top. Bijna even hoog als dit. Dus top. Oké, best part ever. Ik ga jullie... Ik heb trouwens wel toch even een contourtje opgedaan en zo. En ik ga nu voor de highlighter. Oké, hoe ga ik dit doen? Want ik ben rechts. Ja. Oh, MAC. Soft and gentle. Oh god, dit is best moeilijk met links. Oké, misschien zo. Nou, leuk man. Leuk die onderkin. Ik ga even fancy laten zien hoe ik mijn highlighter op doe. Maar het ziet er totaal niet fancy uit. Nou, dit is mijn outfitje. Ik heb deze sweater dress aan van Chicanti en mijn laarsjes van Most Wanted. Ik ga er nu vandoor. Ik dacht even dat hij er al was, maar ik ga nu echt vandoor, want hij komt elk moment. Het is een beetje overbelicht. Wij gaan naar papa. En nu doe je de muziek uit. Kom op net. Als je moet doen. Kan dat? Dat ga ik niet doen. Je ziet eigenlijk verder niemand. Maar we gaan naar de MAC. Hier in de midden zit Jesse en Britt. En helemaal achterin zit papa. Het kindje zit achterin. Maar ik... Nou, oh, ja, nou, dit weet ik allemaal even op.